weer een nieuwe video. Ik ben Lotte, ook wel bekend als Different Lifestyles hier op YouTube. Deze video, zoals je in de titel waarschijnlijk wel hebt gezien, is een vlog van mijn tripje naar het festival Polen Rock in Polen. Ik ben hierheen gegaan met een aantal vrienden en ik twijfelde of ik deze video online zou zetten. Waarom ik hierover twijfelde is omdat ik erg weinig videomateriaal heb verzameld. We zijn ook niet heel veel op het festivalterrein zelf geweest, maar meer wat in de omgeving en gewoon op de parkeerplaats waar vrienden met een camper stonden. Het is wel heel gezellig geweest, maar ik weet niet hoe interessant het is voor jullie als kijker. Dus neem deze video dan ook niet al te serieus. Hij is misschien wel meer voor mij dan echt voor jullie. Gewoon omdat ik graag elk jaar een Polen Rock vlog online wil zetten. Ik heb vorig jaar ook eentje gemaakt. Die vond ik zelf wat beter gelukt. Heb ik ook wat meer gefilmd. En ik hoop dat ik in 2020 weer wat meer videomateriaal krijg. Maar ik ben ook van plan om dan een vlogcamera mee te nemen. En niet alleen mijn telefoon. Want daar kan ook niet heel erg veel videomateriaal op. Dus ik was ook heel erg beperkt in het filmen. Alvast even over de video die je zo meteen gaat zien. Het was heel rumoerig daar bij Polen en ook in de auto stond de radio aan. Omdat ik geen claims wil krijgen dat ik mijn video niet mag laten zien vanwege dat er muziek speelt op de achtergrond. Ga ik dat er allemaal even uithalen, dat geluid. En her en der een voice-overtje toevoegen om toch een beetje uit te leggen hoe of wat. Ik weet nog niet zeker of ik het ga doen, maar misschien dat ik hier en daar ook nog even een extra clipje van mij, zoals ik hier nu zit, toevoeg om een beetje uitleg te geven over wat je nou eigenlijk aan het kijken bent. Want als ik zeg, ik heb gewoon heel weinig videomateriaal, dus het is een beetje van de hak op de tak geworden. Dat is voor mij goed te begrijpen, want ik weet natuurlijk wat er gebeurt tussen de stukjes door. En ook voor de rest die mee is geweest naar Polen Rock, die weten allemaal wat er is gebeurd en hoe de overgangen zijn geweest. Maar jullie weten het nog niet en ik wil het voor jullie toch ook een klein beetje duidelijk maken. Nou, lang genoeg gebrabbeld. Ik schuif jullie door naar de video. Heb je alles? Ja, denk het wel. Mooi. Nou, dan kan de deur op slot en dan kunnen we er vandoor. Wie is het op? Hij heeft gewoon een complete generator in de auto hangen. Wat is dat? Zo'n ding die je aanzet waardoor je stroom krijgt 220. Nice. Ja. Goedemorgen iedereen. Hey. Hebben we er weer zin in? Zeker. Willen we weer zin om op YouTube te komen met awkward levensmomenten? Yo. Mooi. Oh. Hi. Zijn eindelijk weer gestopt. Ja. Waar is Jacco? We zijn aangekomen bij de Lidl. Tijd voor drank. Dit is de schade van een tripje Lidl. Schade. En nu gaat het allemaal daar. In dit kleine kuthokkie. Wat?
toen we eenmaal in Polen waren aangekomen, hebben we als eerste even wat eten gehaald bij de McDonald's. Want we waren al een lange tijd onderweg en het was zo onderhand een beetje etenstijd geworden. We hebben nog wat banden opgepompt van bolderkarretjes die we mee hadden. En daarna hebben we die volgeladen en van het parkeerterrein meegenomen naar de camping. Want Saharm, Gert en ik stonden op een betaalde camping. En het was nog een heel gedoe om daar binnen te komen. Want we moesten echt in de rij staan voor een of ander container schiphokje. Uiteindelijk kregen we dan allemaal een bandje om waarmee we konden laten zien dat we bij de camping hoorden. Maar de camping waar we voor stonden, die zat vol. Dus moesten we naar de andere kant van de weg en nog een stukje verder lopen. En toen kwamen we bij de andere camping en daar was nog genoeg ruimte. Maar toen we onze tent zouden gaan opzetten, brak de hemel open en begon het enorm te hozen. We hebben de tent alsnog opgezet, want het leek op de buienradar alsof het niet zou ophouden. Maar toen de tenten eenmaal stonden, werd het weer droog. Zul je altijd zien. Normaal gesproken gaan we op de eerste dag ook naar de Tesco. Dat is de dichtstbijzijnde echte supermarkt daar bij Polinrok. Je hebt ook een Lidl op het festivalterrein, maar daar sta je uren en uren voor in de wacht. Helaas was de Tesco al dicht, dus dat hebben we moeten bewaren tot de volgende dag. We zijn teruggegaan naar de parkeerplaats waar onze vrienden stonden met een camper. En daar hebben we nog even de avond doorgebracht. Maar ik ben niet al te laat op bed gegaan, want zo'n autorit sloopt enorm. Geluidje! Eerlijk, wat is dat? Aan de plaat. We got the power! Wat zei Johnny? We got the power! Daar is een kar vol met bier. I got the power! Blijkbaar mag je dus maar 2 blikjes per persoon het kampeerterrein op. Dus we hebben met de bewakers van het terrein afgesproken dat we het gewoon aan niemand laten zien. En nu heeft Hotze een bierriem op. Hotze! Ik zie het! Ik zie ze! Nu. Het is een secret. Hoi meiden! Now let's switch it around. Show the world what we've got. Oh. Ja, ik heb mijn drinken er ook in gedaan. Doesn't it look cool? Looks amazing. Op het Polinrok festivalterrein is ook een winkelstraat ingericht. Dit zijn allemaal tentachtige standjes met verschillende dingen. Zo heb je een winkeltje waar bijvoorbeeld heel veel droomvangers te halen zijn. Winkeltjes waar heel veel kleren te halen zijn. Maar dan moet je niet denken aan gewoon je basic jeans en t-shirtjes. Maar echt hele kleurrijke, hippie-achtige kleding. Er was dit keer ook een standje met Dungeons and Dragons dobbelstenen en spelletjes. En daar hebben we ook een spel gezien dat later is gekocht door een van ons en waar we ook eventjes aan hebben zitten spelen. Maar we waren dus in die winkelstraat. De opening, de officiële opening van het festival, die kwam steeds dichterbij. Het zou ergens halverwege de dag gebeuren, ik geloof om 1 uur of 1. Maar ik wou eerst die winkelstraat door. Van, ja, aan het begin van het festival ligt er gewoon nog alles in de schappen. En hoe verder je naar het einde komt, hoe meer er is uitverkocht. En ik wou niks mislopen, dus ik wou alles gezien hebben. Had ze wel gelukkig mee en er waren nog meer die meegingen. Dus daar zijn de volgende clipjes van. Onze winkeltrip wordt dus even onderbroken door de officiële opening van het festival. Dan gaan we nog weer even verder.
And I see no fate leaders. Maar dit is een mega cotton candy. Ik heb weer zesje. Wow. Kom. En hou hem eens naast je hoofd. Is dat... Voor je hoofd. Het is echt mega. Zijn je banen, hè? Nam, 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 nam. En wat is dat? Wat is dat op je hoofd? Huh? I don't know. Should probably not touch it with my cotton candy fingers. You don't? It's like a cloud. It's a big fucking cloud. You like it? Yeah. What do you say? Thank you, thank you, thank you, thank you. Good. Mag je dan hier nog een stukje omhoog? Mag ik er nog een opleggen dan? Ja, als je nog zo een hebt, mag je er nog een. Yep. Nou, dan ga je nog een leveltje. Oh, Johnny is on fire, bitches. Level 4. Johnny die dat is alsof je het niet weet, hij wint dan een spel. Johnny die wint gewoon. Ja, dat doet hij gewoon. Oké, en de bedoeling is dat ik met 10 kom. Ja, dat wil je. Je wilt gewoon tot level 10 halen, Johnny. Dat is wat je wil. Level dus als je level 4. Up hebt, dan ga je level up. Dat is beter. Task is discard. Tot het einde. Oké, dus ik moet één van mijn kaarten zetten. Gerust allemaal. Volgens en dan gaat hij weer. En we hebben een volgens kip. En het light aan de single. We hebben een schuitje. Het is ons ideaal. Ons ideaal. Hey, kom je een keertje bij ons aan de swingel? Kom daar in ons woonskip, gerust allemaal. Dan ben je onderweg van de ene plek naar de ander en natuurlijk komt Otse weer een stel Friezen tegen. Friezen jongen, die vind je overal. Dat we iets heel erg interessants hebben gedaan. Ik heb in ieder geval verder niks gefilmd. En ik kan me ook niet meer herinneren wat we gedaan hebben. Dus ik had deze video echt eerder moeten opnemen. Ik
Ingress. Ja, je ziet het niet zo goed, nee. Maar het is er wel. Het is leuk, samen lekker even Ingress banner lopen in Polen. De Woodstock banner. Wat? Die hebben we gewoon ook. Wie heeft er nou merchandise nodig als je gewoon een banner kunt lopen? Ja, precies dat. Tijdens het rondlopen op het festivalterrein kwamen we dit tegen en dat wou ik even filmen, want ik vond het heel creatief. Mensen zijn hier gewoon bezig geweest om een soort dorpje, stadje, landscape te bouwen. En daarachter zie je een schommel heen en weer gaan en dat heeft iemand dus ook gewoon gebouwd van gevonden dingen. Thank you so much! Okay, for the next track, I want to see everybody all the way to the back, jumping up and down. Are you ready? Are you ready? This one's called My Ugly Boy! One, two, three! Het festival is voorbij. Jacob en Cor gaan terug naar huis. Chantal en Johnny reizen door met hun camper. En Hotse, Harm, Gert en ik besluiten om een stukje Polen in te trekken. Voordat we echt onze spullen gaan inpakken, gaan we nog even naar de McDonald's. Dat was niet zo slim. Op de weg terug van de McDonald's komt Gert met de auto vast te staan in het verkeer. Een enorme file. We hebben gewoon allemaal ons McDonald'sje nog even opgegeten en daarna zijn onze Harm en ik naar de camping gegaan. Daar hebben we onze tenten afgebroken en omdat Gert maar niet kwam, hebben we ook zijn tent afgebroken. We hadden een hele stapel spullen en het was de bedoeling dat Gert tot voor de camping kon rijden en dat we dan alles in de auto konden stoppen. Helaas lukte dit niet. Hij stond muurvast in het verkeer en kon met geen mogelijkheid bij ons komen. Dus moesten wij 2 tenten, 3 koffers, 2 luchtbedden en nog wat zooi meeslepen met 2 man. Johnny en Chantal stonden ook al vast in het verkeer en ook Jacob en Cor konden ons niet komen helpen. De bolderkarren waren al ingeladen in de auto's en konden ons ook niet meer van dienst zijn. Ik denk dat het zo'n 3-4 kilometer was van waar wij waren naar waar Gert was. Na een beetje gesjor, wat paniek en wat gehuil, hebben we uiteindelijk hulp gekregen van de vader van Gert, die ook op het festivalterrein stond. We mochten zijn bolderkar nog wel eventjes gebruiken. Met man en macht alle spullen op die bolderkar gezeuld en die 4 kilometer gelopen naar Gert. Alles daar in de auto gestopt. Maar ja, toen moest die bolderkar nog weer terug. Dus terwijl Gert en ik in de auto zaten, is Hotse helemaal teruggelopen, die 4 kilometer, om het bolderkarretje weer terug te brengen bij de vader van Gert. Uiteindelijk heeft Gert van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds, eind van de middag, hoe je het maar wil zien, in de file gestaan. En wij ietsje minder lang, omdat we dat hele zeulprojectje nog hebben gehad. In ieder geval, we hebben toen in Frankfurt is. Er zijn blijkbaar meerdere. Bij de Burger King ons avondeten gehad. En daarna zijn we doorgereden naar een parkeerterrein om daar de tent op te zetten en de nacht door te brengen. Dat was onze hele dag kwijt. We zijn dus in plaats van Polen in te trekken, Duitsland ingereden. Want na die enorme file hadden we allemaal wel een beetje genoeg van Polen.
Toen we wakker werden, hebben we lekker ontbeten bij het tankstation en bleek dat we niet zo heel ver verwijderd meer waren van Hamburg. We besloten toen ter plekke dat we Hamburg even zouden gaan bekijken, dus daar heeft Gert ons naartoe gereden. Toen we genoeg hadden van Hamburg, zijn we doorgereden naar Bourtange, waar Gert's grootouders op de camping stonden, die ons warm ontvingen en ons een lekkere avondmaaltijd voorschotelden, zodat we even weer op kracht konden komen en Gert ook even rustig zijn ogen dicht kon doen, want het is natuurlijk best wel intensief om zoveel te rijden. Maar hij wou nog een klein stukje verder rijden, hij vond het namelijk wel mooi geweest met ons tripje, ons vakantietje. En dus zijn we die avond nog weer thuis aangekomen. En dat was ons tripje Pol en Rock dit jaar. Ik hoop dat door middel van mijn tussenfilmpjes en voice-overs het toch nog een klein beetje begrijpelijk is geworden. En dat je dit een leuke video vond. Vind je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Heb je tips voor mij om te editen, om te filmen? Wat dan ook, laat het me weten. Want ik ben nog maar een beginnend YouTuber. En zeker vloggen is niet een van mijn sterkste punten. Wil je meer video's van mij zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Ik maak vooral knutselvideo's op mijn hobbykamertje, want dat vind ik het leukst. Maar af en toe komt er eens een kringloopvlog of Pol en Rock vlog eens per jaar dus voorbij. Ja, dat was het wel weer. Dus tot de volgende video. Doei!